Hé, Mimoen, wat doe jij hier? Ik ben nieuwsgierig wat jij aan het doen bent. Ik ben op mijn spelcomputer aan het spelen. Wist je dat het niet goed is om op een schermpje te kijken voordat je gaat slapen? Dat wist ik niet. Maar wat doe jij dan als je gaat slapen? Als ik ga slapen, dan lees ik een boek. En dan val ik heerlijk in slaap. Slapen is heel erg belangrijk voor iedereen. Want het zorgt ervoor dat je je lichaam kan laten herstellen van alles wat je overdag gedaan hebt. Ook voor je hoofd is het heel goed, want je hersenen komen helemaal tot rust 's nachts. Waardoor je de dag daarna veel geconcentreerder bent en veel minder kans hebt om ziek te worden. 8 tot 9 uur slapen is eigenlijk precies genoeg voor iedereen om een goede nachtrust te hebben. En zowel je lichaam als je hoofd, je hersenen, goed te laten herstellen van alles wat overdag gebeurd is. Wat je het beste niet kan doen, is 's avonds voor je gaat slapen nog naar je computerspel kijken of naar de televisie kijken. Want al die felle kleuren die zorgen ervoor dat je hersenen heel slecht tot rust komen en dat je veel minder makkelijk in slaap valt. Je kan bijvoorbeeld veel beter even een boek gaan lezen en rustig in slaap gaan vallen, want je ogen worden vanzelf moe en dan kom je in een rustige, diepe slaap. Ga je nu slapen, Rick?